Hallo, schone PC-fan. Leuk dat je spreekt voor de schone PC nieuwsbrief nummer 88, de nieuwsbrief die je computer wijzer en vaardiger maakt. Wel, ik heb deze nieuwsbrief eh, zo'n 12 onderwerpen, interessante onderwerpen over Windows en gerelateerde problemen. En, ja, deze zijn met name ingegeven door lezers en de problemen die ze hebben en de vragen die ze mij hebben gesteld. En wat dat betreft zitten er waarschijnlijk ook wel interessante onderwerpen voor jou tussen. Maar voordat ik daarop inga, wil ik het ook nog even hebben over ja, het voortschrijdend inzicht voor wat betreft de oktober 2018-update. Uh, dat was het onderwerp van de vorige nieuwsbrief. Ik krijg daar namelijk nogal wat vragen over. Um, ja, sommige mensen zijn in de veronderstelling dat die al geïnstalleerd is, maar komen ja, de genoemde functies niet tegen. En andere mensen vragen zich weer af: ja, um, waar blijft die update? En, uh, ik zit er maar op te wachten, maar hij komt maar niet. Wel. Naar ik heb begrepen is deze update op nog geen 5% van de computers geïnstalleerd. Microsoft doet echt rustig aan met het uitrollen. En ja, de uitrol vindt echt gefaseerd plaats over enkele maanden. En ja, hierbij eerst, uh, kunnen eerst de mensen die echt expliciet die update willen installeren. Uh, handmatig uh, deze update installeren. En daarvoor wijs ik ook even terug naar mijn vorige nieuwsbrief. Het advies is echter te wachten tot deze update echt wordt aangeboden via Windows Update. En ja, dan ben je er ook zeker van dat Microsoft verwacht dat deze update probleemloos zal installeren en functioneren. Dus is deze update nog niet geïnstalleerd? Wacht dan gewoon. En als je niet kan wachten, dan kan je hem handmatig installeren en zie daarvoor de vorige nieuwsbrief. Het eerste onderwerp gaat over het afdrukken van webpagina's vanuit de browser. En ja, de, de kop- en de voettekst die daarbij wordt afgedrukt. Deze kop- en voetteksten bevat bijvoorbeeld informatie over de, de titel van de pagina, de URL van de pagina, oftewel het websiteadres. En mogelijk ook nog de datum en tijdstip van afdrukken, en wellicht nog een paginanummering. En ja, deze informatie ontziert de pagina enorm. En ja, het maakt het ook nog eens een keer onoverzichtelijk en rommelig. En mijn voorkeur is er daarom om deze kop en voettekst uit te schakelen, zodat je weer een nette afdruk krijgt van de pagina, zoals hij ook op het scherm staat. En hoe dit moet, dat verschilt per browser. Zo gaat dat via Edge via het instellingenmenu, vervolgens uh, naar afdrukken, onderdeel kop en voetteksten, en hier zet je ja, deze optie uit. In Chrome gaat het op vergelijkbare wijze via het instellingenmenu, afdrukken, meer instellingen, en de deactiveer hier de optie. Kop- en voettekst ongeveer vergelijkbaar zoals bij Edge. In Internet Explorer uh, en uh, Firefox gaat dat op vergelijkbare wijze, alleen heb je daar ja, nog de mogelijkheid om ja, per veld aan te geven wat daar afgedrukt moet worden. En ja, Deze moet je allemaal aangeven dat ze ja, blanco dan wel leeg moeten zijn, zodat uh, ja, de pagina zonder deze kop- en voetteksten worden afgedrukt. Het tweede onderwerp gaat over het toevoegen van de ja, leestekens aan letters en ja ik heb gemerkt dat menig lezer daarmee worstelt en geen flauw idee heeft hoe deze ja, leestekens eenvoudig zijn toe te voegen aan letters en ja dat is zonde want het is toch uh, vrij eenvoudig vroeger had je daarvoor een ASCII-tabel naast je computer liggen en ja, in deze tabel stonden de verschillende tekens met de betreffende code zodat je alleen maar met de linker alt-toets gecombineerd met de betreffende code op het numerieke toetsenbord de letter met het uh, accentteken kon genereren. Zo gaf de code ALT 137 een E met een trama. En ja, dit werkt nog steeds. Het is alleen een beetje erg omslachtig. Uh, omdat je dan echt die codes moet weten. En Daarnaast is het ook nog best wel veel werk om op deze manier zo'n ja, letter tevoorschijn te halen. Gelukkig kan het een stuk eenvoudiger. En ja, dat gaat uh, als volgt je. Tikt bijvoorbeeld in het geval van E met een trema eerst de dubbele aanhalingstekens aan en direct erachteraan voer je de letter in, in dit geval de E. En op het moment dat je die letter hebt ingevoerd, zie je de E met het trema direct op het scherm verschijnen. Dit werkt ook voor de andere leestekens, al moet je dan een andere knop gebruiken. En, ja, dit kan ook met hoofdletters en in plaats van de letter E gebruik je dan de toetscombinatie Shift-E, dus eerst de aanhalingstekens. Gevolgd door Shift-E en je hebt de hoofdletter E met het leesteken. In dit geval het trema. Wel, het is hiervoor noodzakelijk dat uh, de toetsenbordindeling Verenigde Staten Internationaal is ingesteld. En dit doe je via instellingen, onderdeel tijd en taal en dan subtaal. En ik ga hier even verder niet op in, want het staat op de website uitgebreid uitgelegd. Dus uh, ja, werkt dat niet, dan um, heb je bijvoorbeeld een leesteken al ingevoerd en hij verschijnt al op het scherm. Dan, uh, ja, dan is uh, deze toetsenbordindeling niet geselecteerd. Dus zal je dat even moeten aanpassen. Het kan dan, uh, ja, dan ook nog op een andere manier. En dat is met de app speciale tekens. En deze kan je openen via start. En dan vervolgens accessoires. Het is echt makkelijker om in Office programma's gebruik te maken van ja, de speciale uh, vensten voor symbolen. Die lijkt er heel erg op. En deze kan je openen in Office-applicaties uh, via het Lint. Tabblad invoegen. En knop symbool. En ja, zoals je ziet, lijkt deze er heel erg op. Hij is alleen een stukje gebruikersvriendelijker. Bijvoorbeeld, alleen al omdat uh, ja, de laatst gebruikte symbolen worden vermeld. Dan een interessante tip van Mario: hij liep uh, na afloop van de installatie van een onderdelen-update aan. Tegen een zwart scherm waarbij alleen nog maar de muiscursor uh, was te bewegen. En voor de rest zat alles vast en hielp uh, ook een herstart van Windows niet. Dit probleem bleek gelukkig eenvoudig op te lossen door de netwerkverbinding, oftewel de internetverbinding, te verbreken. En dit doe je door de netwerkstekker eruit te trekken. En dat zou je ook kunnen doen door de draadloze functie uit te schakelen of uh, ja, als het echt moet, uh, het modem dan wel de router uit te zetten. En ja, nadat hij dit had gedaan en Windows opnieuw had opgestart, werd de installatie van de onderdelen update alsnog goed afgerond en werkte Windows weer naar behoren. Dus mocht je tegen zo'n zwart scherm aanlopen waarbij je alleen nog de muiskursor kan bewegen, dan heb je hierbij een handige tip om ja, de installatie alsnog af te ronden. Dan een interessante tip voor de lezers die gebruik maken van Gmail, en dan met name de webmail-variant. Je zal het vast bekend voorkomen dat als je op een website bent en op een e-mail, maar een e-mailadres wordt vermeld en je daarop klikt, je doorverwezen wordt naar het standaard mailprogramma. En ja, als je webmail gebruikt, dan is deze vaak niet ingesteld. Dus uh, loop je daar tegen problemen aan. En als je dan alsnog een mail wil verzenden naar het vermelde e-mailadres, dan zal je deze moeten kopiëren, de webmail moeten openen en vervolgens uh, ja, handmatig een mail samenstellen. Wel, er is een uh, workaround uh, waarbij het toch nog mogelijk is om Gmail, de webmail van Gmail, in te stellen als standaard e-mailprogramma. En dit gaat als volgt. Open daarvoor de website www.gmail.com en ja, klik rechts bovenin de statusbalk uh, naast het sterretje op het handler icoontje Geef hier de opdracht op uh, de optie toestaan en ja, daarmee wordt uh, Gmail Toegevoegd als handler voor het afhandelen van e-mail. Nu moet je alleen nog in Windows naar het venster instellingen onderdeel apps, substandaard apps gaan om daar aan te geven dat uh, ja, voor uh, e-mail het programma Chrome gebruikt moet worden. Zodat uh, ja, als je op andere locaties bent waar een e-mailadres staat en je daar klikt, standaard de browser Chrome wordt geopend met daarin de, uh, de webmail van Gmail en direct een mail wordt geopend om te verzenden naar het betreffende e-mailadres. Mocht het icoontje ontbreken dan is Gmail waarschijnlijk al toegevoegd, um, ja, dat kan je controleren door in Chrome te gaan naar de menu, uh, instellingen menu, instellingen, vervolgens naar beneden scrollen naar het onderdeel privacy en beveiliging, kies hier instellingen voor content. En handlers, en ja, hier zou je dan de vermelding mail.google.com moeten zien staan. Hetgeen aangeeft dat uh, ja, Gmail is ingesteld uh, om e-mailberichten te verzenden. Nu ik het toch over e-mail heb, heb ik ook nog een interessante tip voor de gebruikers van het e-mailprogramma Outlook, onderdeel van het Office-pakket. Vanaf Outlook 2016 is er namelijk een wijziging geweest in de wizard, zodat uh, accountinstellingen automatisch worden toegepast. En deze wizard die kan je vinden via bestand in het, op het lint. En vervolgens de knop accountinstellingen, optie accountinstellingen. Net zoals dat bij voorgaande Outlook versies ging. Zelfs als je hier voor de handmatige instellingen kiest, dan kan het zijn dat je in problemen komt. Want sommige instellingen zijn niet toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan ja, als je gebruik wil maken van een alternatief SMTP server. Voor het verzenden van e-mail, hetgeen ja, handig is als je regelmatig contact maakt met een ander netwerk. Zo is het ook lastig om verschillende aanmeldgegevens voor de pop- en de SMTP-server in te vullen. En ja, maak je gebruik van een eigen website en wil je daar een eigen e-mailadres van beheren, ook dan is het heel erg lastig om deze er correct in te krijgen. Met als gevolg dat je ja, het betreffende e-mailadres niet goed kan beheren. Wel. Gelukkig is hier een oplossing voor. En ja, hiervoor moet je de uh, oorspronkelijke wizard uh, doorlopen. En deze is gelukkig ook nog terug te vinden. En uh, hij staat op twee plekken. De eerste is binnen Outlook. Daar kan je hem openen via eveneens bestand, knop accountinstellingen. Maar hier kies je dan vervolgens voor de optie profielen beheren. Ja, dit opent een vergelijkbaar venster als via de optie accountinstellingen. Alleen in dit geval. Werkt de wizard op de oorspronkelijke, originele wijze? En lukt het wel om aanpassingen te maken in de uh, e-mail-accountinstellingen? Dus, heb je een probleem met die accountinstellingen? Zorg dan dat je kiest voor de optie profielen beheren. En uh, sla de optie accountinstellingen over. Want dan uh, ja, bespaart je toch een hoop uh, uh, frustraties bij het instellen van je account. Het volgende onderwerp gaat over password recovery tools. Deze tools zijn met name handig om gebruiksnamen en wachtwoorden te achterhalen die in Windows zijn opgeslagen, bijvoorbeeld voor e-mailaccountinstellingen, bezochte websites, de, ja, het wachtwoord voor de wifi verbinding. En ja, met name Nearsoft heeft daar een hele reeks aan password recovery tools voor beschikbaar gesteld, welke bijzonder handig zijn om deze te achterhalen. Vervelend is echter dat deze tools toegang proberen te krijgen tot het geheugen waar wachtwoorden zijn opgeslagen en daarom worden gezien als onveilig. Dus het zou best kunnen zijn dat ja, een van deze tools worden geblokkeerd door je beveiligingssoftware. En ja, zodra je deze hebt verwijderd en eigenlijk alleen nog maar leunt op de beveiliging van Windows. Ook blijkt dat deze software van Windows de tools nog wel eens wil blokkeren en als schadelijk wil zien. Hoe nu verder, want je zou toch graag die wachtwoorden ja, willen achterhalen. Nou, de oplossing daarvoor is de beveiliging van Windows tijdelijk uit te schakelen. En dat doe je via instellingen, onderdeel bijwerken en beveiliging, sub-Windows-beveiliging. En vervolgens kies je voor de optie virus- en bedreigingsbeveiliging, onderdeel instellingen voor virus- en bedreigingsbeveiliging, gevolgd door de link instellingen beheren. En hier deactiveer je de optie. Realtime beveiliging. Zet deze optie achteraf wel weer aan zodra je de wachtwoorden hebt achterhaald. Zeker als je Windows niet opnieuw wilt gaan installeren, want anders is je Windows uiteraard niet langer beveiligd. Dan heb ik ook nog een interessante tip voor fanatieke Dropbox-gebruikers. En dan met name als ze op een laptop, notebook of een tablet werken met relatief weinig geheugen. Heb je een forse Dropbox-map, dan. Ja, dan is het beperkte geheugen op deze apparaten de bottleneck. En in dat geval zou je graag de archiefmap naar bijvoorbeeld een flesgeheugen, zoals een SD-kaart, willen verschuiven. In de praktijk is dat echter ja, niet te doen. En gelukkig is er een workaround. En deze wil ik je graag aandragen. Het probleem zit hem namelijk in het feit dat SD-geheugen als verwisselbaar medium wordt gezien. En Dropbox staat niet toe dat deze daarvoor wordt gebruikt. Open hiervoor schijfbeheer met de toetscombinatie WinX. Klik met rechts op het schijfnummer van de geheugenkaart. Optie Stationsletter en Paden wijzigen. Knop toevoegen. Dan optie Dit volume aan een lege NTFS map koppelen. Knop bladeren en selecteer hier de schijf, bijvoorbeeld C of D. Knop Nieuw Map en geef deze de naam Dropbox. En sluit af met OK. Het enige wat je nu nog moet doen is deze map die gekoppeld is aan het flashgeheugen instellen als archiefmap van Dropbox, en daarmee worden alle bestanden op de geheugenkaart opgeslagen. Dan heb ik ook nog een handvol lezersvragen, en de eerste vraag die is van Bert. Hij heeft een oude laptop staan waarvan uh, ja, hij het wachtwoord niet meer weet. Maar er staan nog hele belangrijke bestanden op die laptop die hij toch wel veilig wil stellen. Waaronder veel foto's. En, uh, ja, hoe ga je dan te werk? Nou, ik krijg deze vraag wel vaker van lezers. En uh, Bert is dus niet de enige die hiermee worstelt. En gelukkig is het niet zo heel erg moeilijk om die bestanden weer terug te krijgen, het vergt alleen wel wat moeite. De eerste methode die je zou kunnen toepassen is het wachtwoord blanco maken door op te starten vanaf een speciale dvd of USB-stick. Alleen ja, ik kan dat niet echt adviseren, omdat dat een vrij rigoureuze methode is die ja, uh, ook uh, fout kan gaan. Een tweede methode is uh, ja, een, uh, als het een Microsoft-account betreft om, waarmee je wordt aangemeld om het wachtwoord online te wijzigen via de website van Microsoft. Het probleem is alleen dat je dan wel moet weten. Om welk Microsoft-account het gaat. En ja, deze wordt niet in het aanmeldvenster getoond, althans volgens de standaardinstellingen is dat niet het geval. En ja, ook deze methode is dan um, ja, niet te adviseren. Dan heb je de derde methode, die, uh, ja, daarmee maak je het verborgen administrator-account actief. En hiervoor is een, uh, ja, een installatiemedium van Windows 10 nodig en uh, waarbij een vrij ingewikkeld stappenplan doorlopen moet worden. Het is goed te doen, zeker als je stappen stuk voor stuk volgt. En ja, um, dan is het ook voor uh, de beginner redelijk uh, uit te voeren. Alleen ja, je moet wel even doorzetten. Dan heb ik nog een laatste optie en dat vind ik eigenlijk de, de meest praktische. En ja, dat is de schijf uit het apparaat halen en in een externe case plaatsen. Nou zijn de, ja, de meeste schijven, die hebben een SATA verbinding. En ja, de ene schijf is 2,5 inch en de andere is 3,5 inch. Een laptop heb je het vaak over 2,5 inch. En het enige wat je dan moet doen is via een computerwinkel even een externe case kopen die via USB is aan te sluiten. Daar plaats je de schijf in. Je hebt dan een 2,5 of een 3,5 inch case nodig. Afhankelijk van ja, het type schijf wat in je laptop zit. En ja, vervolgens kan je deze case via USB aansluiten op. Een andere computer, zodat je de bestanden er direct af kan halen en kan plaatsen op je nieuwe computer. Ben je er eenmaal mee klaar, dan kan je deze ja, schijf eventueel uh, de, ja, nog gebruiken als backup schijf. In, en laat je hem in de case zitten. En ja, wil je de laptop weer um, ja, gebruiken, dan zou ik zeggen stop er meteen een nieuwe snelle SSD schijf in. Want dan uh, ja, wellicht kan je hem nog een uh, nieuw leven geven. Um, dus wat dat betreft, uh, mogelijkheden genoeg. Vraag 2 is van Lauw. Bij hem ontbreekt het prullenbak-icoontje op het bureaublad. En hij vraagt zich af hoe deze is terug te krijgen. Dit is ontstaan na de installatie van een uh, update. En ja, in dit geval heeft hij het waarschijnlijk dan uh, niet zelf uh, via een of andere instelling aangepast. De vraag is dus even hoe dit is op te lossen. De eerste instelling waar je naar zou kunnen kijken is uh, via het venster instellingen. Onderdeel persoonlijke instellingen, subthema's. Hier ga je door naar het onderdeel verwante instellingen. Link: instellingen voor bureaublad pictogrammen. En hier kan je aangeven dat ja, de prullenbak op het bureaublad getoond moet worden. Ik vraag me echter af of dit de oplossing is. Ik vermoed eerder dat uh, in dit geval alle pictogrammen op het bureaublad uh, ja, afwezig zijn. En als je alleen uh, bureaublad, uh, maar één icoontje op het bureaublad hebt staan, de prullenbak, dan valt je dat niet op. En. Ja, om alle pictogrammen op het bureaublad weer zichtbaar te maken, klik je met rechts op het bureaublad en kies je de optie beeld en activeer de optie bureaublad pictogrammen weergeven. En hiermee zou ja, alle pictogrammen, waaronder dus ook de prullenbak, weer zichtbaar moeten zijn. De derde vraag is van de heer Gerrits. Hij maakt gebruik van het e-mailprogramma Outlook en... Ja, hij is ook uh, ontvanger van de nieuwsbrieven en wil deze nieuwsbrieven graag bewaren. Hij heeft daarom een mapje aangemaakt speciaal om daar de berichten naar weg te slepen. Maar wat blijkt na verloop van tijd worden ja, de, de nieuwsbrieven verwijderd uit het mapje. En ja, hij vraagt zich af hoe dit kan en of ze nog terug te krijgen zijn. Wel, dit is een bekend verschijnsel van Outlook en het heet ja, de functie auto archiveren, oftewel het automatisch archiveren van berichten. En ja, standaard gebeurt het, uh, als ik me goed herinner, na 180 dagen: worden berichten uit het uh, archief, het PST-archief, verplaatst naar het bestand archive.pst. En dit heeft waarschijnlijk tot doel om het uh, gebruikte PST-bestand niet te groot te laten worden. Maar ja, dit is geen enkel probleem. Dus uh, ja, ik vind deze functie eigenlijk een beetje overbodig. Het advies is daarom om dit automatisch archiveren uit te schakelen, zodat je ook die berichten niet meer kwijt, zomaar kwijt raakt. En dit gaat via het tabblad Bestand van het lint. Ga naar de taak Opties. Het onderdeel geavanceerd en dan de knop Instellingen voor auto archiveren. Deactiveer hier de optie voor elke puntje, puntje, puntje dagen archiveren op te starten. Daarmee wordt voorkomen dat die berichten worden weggeschreven naar het bestand archive.pst. Zelf is mij dit al een keer overkomen en ja, ik zet deze functie daarom altijd uit. In een ver verleden ben ik namelijk wel eens uh, ja, berichten kwijtgeraakt na een herinstallatie van Windows, omdat ik me niet realiseerde dat deze berichten waren opgeslagen in een ander bestand. Hoe deze berichten uit dat archive.pst-bestand zijn terug te halen, dat uh, beschrijf ik in de nieuwsbrief. Dat gaat hier even te ver. Het is belangrijk dat je weet dat ze niet weg zijn en dat je ze altijd weer kan herstellen. Dus wat dat betreft uh, geen reden tot zorg dus. Het advies is in ieder geval om deze functie uit te zetten. En ja, mocht die aanstaan, dan zou ik je berichten even terughalen naar je postvak in. En je verzonden items, zodat je ze ja, weer, uh, je hele archief op orde hebt. Dan de vraag van Gradius. Hij heeft een probleem met het beeldscherm en dan met name de weergave... Alles is veel te licht, waardoor ja, de verschillende elementen op het beeldscherm nauwelijks zijn te onderscheiden en daardoor lastig is om met de computer te werken. Nu komt dit probleem wel vaker voor. En ja, als je denkt dit uh, op te kunnen lossen via het venster instellingen onderdeel systeem sub beeldscherm. Dan uh, heb je het mis. Uh, het ligt namelijk niet aan de instellingen van Windows, maar aan de instellingen van het beeldscherm zelf. en Deze kan je doorgaans aanpassen met de knoppen die op het beeldscherm zitten. Vaak zitten ze rechtsonder. Of uh, ja, je hebt te maken met uh, soft touch uh, knoppen die in, het, uh, in de rand van het beeldscherm zijn verwerkt. En door hier naar uh, de menu instellingen te gaan van het beeldscherm kan je het contrast en de brightness oftewel de helderheid aanpassen zodat uh, alles weer naar wens is. Bij laptops kan je uh, de helderheid en het contrast vaak uh, terugvinden bij de numerieke toetsen aan de bovenkant en door deze te combineren met de functietoets kan je de helderheid uh, vergroten of uh, het contrast vergroten waardoor het beter uh, ja, past bij de omgeving waarin je zit. De fabrikanten van grafische kaarten geven ook meestal nog software mee en deze kan je openen via een muisklik op het bureaublad en daar zie je dan de software van Nvidia of van uh, Intel of van ATI staan en Um, ja, via deze software kan je ook het contrast en de, de brightness aanpassen. Tot slot een vraag van Willem. Hij heeft sinds kort een probleem dat wanneer hij met de rechte muisknop op een map met foto's klikt, er niet het contextmenu verschijnt met de verschillende opties, maar dat er een, een ronddraaiend cirkeltje wordt getoond en Windows uiteindelijk compleet vastloopt, en uh, zelfs het herstarten van Windows noodzakelijk is om weer verder te kunnen gaan. Wel, dit is een uh, uh, vrij desastreus uh, uh, geval. Het gebeurt wel vaker dat er problemen zijn met uh, dit uh, contextmenu. Uh, maar dan uh, bijvoorbeeld verschijnt hij niet of uh, ja, wordt uh, de Windows-verkenner afgesloten. In dit geval wordt zelfs uh, Windows uh, compleet uh, vastgezet. En ja, hoe komt dat nou? In de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door een invoegtoepassing die uh, in dat menu wordt. Uh, Verwerkt. En ja, deze invoegtoepassing blijkt vaak niet compatibel te zijn met de nieuwste versie van een onderdelenupdate. Dus na het installeren van zo'n onderdelenupdate wil je nog wel eens merken dat ja, items in het contextmenu niet meer compatibel zijn en zorgen voor problemen. Hoe los je dat op? Nou, simpelweg het betreffende item uit het contextmenu verwijderen. Hiervoor heb je echter een tool nodig. En ja, wat mij betreft is hier uh, de tool Shell X View. Uh, de aangewezen tool om items uit contextmenu te verwijderen. Zodra je deze tool hebt opgestart, klik je op de kolomtitel typen, zodat op deze kolom wordt gesorteerd. En ja, nu alle items met het uh, type contextmenu. Die staan nu bij elkaar. De regels die wit uh, zijn gemarkeerd, of althans geen kleur hebben, die zijn. Uh, van Microsoft, en nou, daar zit het probleem niet. Je hoeft alleen maar te kijken naar de roze gekleurde regels. Deze bevatten uh, invoegtoepassingen die door uh, programma's zijn toegevoegd, en een van deze invoegtoepassingen is dus het probleem. Klik er uh, met rechts op uh, de betreffende items en kies de optie Disable Selected Items om deze uit te schakelen. En als je dat bij alle roze regels hebt gedaan, uh, welke type contextmenu hebben, zou het probleem in de Windows Scanner opgelost moeten zijn. Door nu verschillende items weer in te schakelen, kan je controleren welke van deze de veroorzaker is geweest van het probleem. En ja, zodoende kan je deze permanent uitschakelen en de rest kan je weer inschakelen, zodat je daar weer uh, gebruik van kan maken. Controleer meteen even of er misschien nieuwe software beschikbaar is van deze tool, want het zou best kunnen zijn dat uh, ja, je te maken hebt met verouderde software. die nog niet compatible is met de nieuwe onderdelen-update. En ja, daardoor dit probleem ontstaat. Wel, dat was het voor deze nieuwsbrief. Ik uh, meen dat het bij elkaar 12 onderwerpen waren: 12 interessante onderwerpen. waarvan ik zeker weet uh, dat je toch weer wat uh, geleerd hebt. en uh, computerwijzer bent geworden. En ja, is dit niet genoeg voor je? Dan uh, zou ik zeggen: ga met mijn boek aan de slag. De nieuwe computerbijbel van Windows 10 heb ik in de vorige nieuwsbrief al uh, ja, kenbaar gemaakt. Uh, inmiddels is twee derde van mijn voorraad al verkocht. Dus het gaat lekker snel. En ja, daar ben ik op zich wel blij mee. Dat geeft ook al aan dat het kwaliteit is. En ja, ik weet ook wel zeker dat je met dit boek in de hand computerwijzer en vaardiger wordt. En ja, ik geef daar dan ook een 100 dagen retourgarantie op. Heb je interesse? Ga dan naar mijn website. Bestel mijn boek. Of uh, via Bol, daar staat hij ook te koop. En zoals je daar zal zien, uh, degenen die hem gekocht hebben, die zijn er laaiend enthousiast over. En krijgt een hoge waardering. Dus wat dat betreft, ga ermee aan de slag. Word computerwijzer, word vaardiger en ja, haal het maximale uit je computer. Dat was het voor deze nieuwsbrief. Ik zie je graag terug bij de volgende, nieuwsbrief nummer 89. Tot dan!